voorselectie voordat ze in de ring gaan. Kijk je de fase goed aan. Nee, die van mij die komen veel later bloeis op. Die zijn niet op deze leeftijd als over. Dus de benen wel, die worden zo. Ik ben een lactatiebender. Mijn vazen die hebben niet de uitstraling die hier is. Ja, maar hoe oud zijn de meeste vazen hier dan? Toch wel 2,5 jaar oud? Nou, deze 2 jaar. 2 jaar. Zijn we volgen? Ja, maar meestal. Meestal, ja. Gemiddeld 2 jaar, 3, 4 maanden. Ja. What are you looking for by this cow? I just palpate the I'd say the uterus. Yes. Uterus, you know, and the ovarian to look if she has some kind of infection, if something is wrong or. Dit is mooi hoor. Nou, gelukkig komen we naar Rooien. Hier vorne, 16,50, 17 euro wiederum. 1000 euro. 1000 euro hier noch der Wert der Rundesgelde 1000 euro. 2 und dort gibt es hier 2100 euro. 850, dann 19 haben wir, 950, dann 2000, 2000 Euro, 100, 200, 300, 2300, 2300, 1400, dann 2 die Herrschaften, 1450, nochmal wert 1500, 50, dann haben wir dort gesehen, jawohl, 2300 Euro. 1600, 1650, dann 17 haben wir hier, 1700, 1200 Euro zu, 2, und wie weit seid ihr im Telefon? 3200, zum Nizot in die erste Reihe. Glückwunsch an den Geschicker, 3200 Euro. Ja, ja. Alfred, er moet nog geschoren worden. Ze zijn eigenlijk veel zeggen, allemaal een beetje hetzelfde. Alleen dat papier heb je dat. Natuurlijk. En dat echt een ander gevoel. Ik kijk dan minder naar de wijs. Het is ook, laat ik zo zeggen, we hadden thuis al de 4 uitgezocht met de halve studie club. Ja. En er is eigenlijk maar eentje die bleef staan, dat was die 408. Ja. En de rest zeg ik van, die was er maar niet. Nee. Maar dit is een goed kans. Van... Ja. En dit is heel fijn. Dit is het. Ja. 50 Euro dazu. 2000 haben wir da. 2000 Euro zum ersten. Zum zweiten und 50. Das geht auch für Sie. Also 2050. Nein, wir das wieder machen. Ne? 2050. Da haben wir fast alle auf einem Ohr. 2400 Euro zum ersten. Überlegen, du siehst den ja. 2400 zum zweiten. Gefeliciteerd, Jack. God. Je bent nou een echte beste boer met z'n kalf. Ja. Nou, meneer Doornbos, hartelijk bedankt voor het mooie kalf. Voor de beste boer van Nederland. Ja. We hopen dat hij er ook voor zal zorgen als de beste boer van Nederland. En dat het een echte topper gaat worden. Zowel qua productie als straks in de keuringsring. Waar we toch zeker voor gaan... We zullen stimuleren dat hij daaraan gaat meedoen. Oh ja, nou, dan moet ik nog even oefenen. Ja. Er zit veel mogelijkheden bij deze koe. Of bij deze kalf. Ja. Nou, geweldig aanbod, makkelijk zat. En nou, dit is gewoon een geweldig kalf voor. Ja. Hartstikke bedankt, ja. In ieder geval. Want kijk, mooi konden we het niet treffen, denk ik. Nee. En nou ja, goed, we willen graag nog weten hoe het allemaal gelopen is zo met het bedrijf. Wanneer bent u hiermee begonnen? En ja, wat doet u? Ik ben 15 jaar van de boerderij af.
En voor die tijd ben ik hier aangevangen ongeveer 30 jaar geleden, 31 jaar geleden. Ja. In Oosterbruk. Dat was ook de eerste veiling. Maar u kocht een koeien voor uzelf in eerste instantie hier zo? Nee, ik kocht het toen direct ook al voor de boeren, want ik ben begonnen in Noord-Holland. Ja. En daar heb ik ongeveer 4 jaar lang gekocht. Ja, u kocht bij boeren in Noord-Holland, zeg ja, maar. Ja, als handelaar. Voor Granling. Dus als neventak? Nou, het is zo gekomen. Wij zijn van akkerbouw op veeltijd gestart. Uh-huh. En dat is op een gegeven moment zo, dat ik ieder jaar eigenlijk wat gedeelte akkerbouw inzaaide en dat ik mijn veestapel kon vergroten. Het was zo dat ik eerst in Friesland zou kopen, maar die vazen waren door. En de koeien die waren kleiner dan in Noord-Holland. Het mooie was, dat was net in die tijd van Blitz en Stefse Kerken. Ja, ja, ja. En vandaar dat ik daar eens in de maand een keer naartoe ging om voor mezelf een paar te kopen. En op een gegeven moment kreeg ik ook vragen van andere boeren. Ja. En daar ging ik ook voor kopen. En zo ben ik eigenlijk met die handel hier terecht gekomen. Na 4-5 jaar. En wij kochten hier toen ook al 50, 76 per veiling. Per veiling. Ja. Ja. Dus en dat is wel eens opgelopen tot 80 en 100 stuks wel. Toen in die tijd, toen hadden we nog wel eens wat problemen. Omdat ze niet zo goed nagekeken werd als wij in de laatste tijd. Of de laatste jaren hier hebben. Ja. Ja, we hebben het gezien, een veearts die kijkt ze helemaal na in wijze. Die gaat onze dieren worden ingevoerd, ja. Of ze goed schoon zijn. De melkbeleid wordt nagekeken, daar krijgen wij een lijst van. En dan krijgen de boeren de nummers van de afgekeurde beesten van ons. Ja. Dus, en dan laten wij ze ook nog voor lepto onderzoeken. Dat is zo gegaan. Van een jaar of 4 terug, toen werden veel met de boeren over gesproken. Ja, die lepto komt dat wel goed en is Oosterbruk maar vrij. En toen hebben we hier zo een zending van 23 die ik gekocht heb, hier laten onderzoeken. En toen heb ik die gegevens heb ik doorgespeeld naar de boeren bij ons die ze gekocht hadden. En die hebben dat doorgestuurd naar Deventer. En Deventer ging daar niet mee akkoord, omdat hij een veel betere methode had voor onderzoek die wat dieper zocht. Ja. Dus maar van die gevolgen kon ik daar niet onderuit en ben ik maar naar koos gegaan. Dus alle beesten die wij dan kopen, daar wordt nu bloed van getapt. En dan breng ik vanavond mee naar huis en onze dierenarts die zorgt ervoor dat het in Deventer komt. Ja, maar en, die dieren staan morgen al bij de boer die ze koopt, toch? Jawel, maar de situatie ligt zo. Als die beest het nou heeft, hier, dan moeten ze binnen 5 dagen opgeruimd worden. Als die boeren ze normaal, worden ze onderzocht 4-5 weken na die tijd. Dan hebben ze 4-5 weken op dat bedrijf al gelopen. En dan moeten ze ook binnen 5 dagen opgeruimd worden. Ja, dus in principe op deze manier versnelt u dat? Zeg. Versnelt u dat. Ja. Nou, zolang als wij het gedaan hebben, hebben we nog geen positief beest gehad. Oh. Nou ja. Beter dan slaan, weet je niet. Bent u een beetje trots op de mooie koeien die in Nederland af en toe in de keuringsring staan, die dan uit deze regio afkomstig zijn? Ja, nou ja, goed. Ik ben er altijd niet zoveel, want ze zijn er wel bij. Ik heb nou ook een paar gekocht in Groningen staan die nou en die vermoed ik. Als dat een beetje goed kan, kunnen die wel op keuring komen. Nou, de Duitse koeien hebben toch een aardige stempel gedrukt op het keuringsgeweld in Nederland van de laatste tientallen jaren. Ja, of ze allemaal via u hier in Nederland zijn gekomen, weet ik ook niet. Maar nou, vast, wel vast heel veel, hè? Wel heel veel. Kijk, en je hebt nou dit natuurlijk, dat er op het moment mensen die hier van een paar jaar of de laatste jaren nooit op die veiling kwamen, er nu wel komen. Want er is niks te koop. Hier kan je ze kopen. Als je vazen wil hebben, ja, je moet je portemonnee meenemen. Ja, maar kijk, je kunt het 2 manieren doen. De ene boer die zegt, ik wil niet van die dure kopen, doe mij maar wat goedkoper. En die koopt 5. En die geven daar 6.000 kilo.
Nou, een andere boer zegt, ik koop maar duurder. En dan koop ik geen minder.